Maagd, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is voor week nummer 37 en dat is van maandag 9 september tot en met zondag 15 september. Dan de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Maagd alsof deze week een week is waarbij er bepaalde zaken ineens een soort van verliefdheid kan komen. Het kan een letterlijke verliefdheid zijn, maar het ook wel eens levensverliefdheid, alsof je echt even bevlogen bent over een bepaalde situatie. Toch heb ik het idee dat het echt wel een kleine krus is, zeg maar, die ook zo weer kan overwaaien. Het lijkt dus een beetje een hype te zijn die wel heel veel met je gaat doen. Maar wacht het even rustig af, want het kan zijn dat dingen net anders uitpakken. Dus het lijkt even heel leuk. Dat wil niet zeggen dat het helemaal niet zo is. Ik zeg alleen dat je voor jezelf mag gaan bekijken wat het nu eigenlijk echt is. En wat het met je doet. En je kunt natuurlijk ook kijken van het gevoel dat je in het begin zo heel erg fijn vindt. En waar je misschien later wel weer aan gaat twijfelen. Wat brengt dat je nu weer eigenlijk? Want dat lijkt vooral een les te zijn. Waarmee je deze week echt wel voor jezelf een grote groei voor elkaar kunt krijgen. Omdat je heel duidelijk bepaalde ideeën hebt. Wat je misschien dan in eerste instantie bij een bepaald situatie hebt. Maar er zijn dus bepaalde ideeën die je heel graag voor jezelf wilt gaan afronden. En luister daar daarna, want daar kan je zeker weer op gaan verder borduren. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.